Als je een bepaalde stad gaat bezoeken, dan is het natuurlijk leuk om van tevoren even te kijken wat er in zo'n stad te zien is. En dat kunnen evenementen zijn of een markt of van alles. Maar ik ben nu in Luik en ik heb van tevoren gekeken van wat zijn er nou voor mooie gebouwen in Luik. Beroemde gebouwen of gebouwen die zijn gebouwd door een beroemde architect. En toen vond ik op Google dat hier een heel mooi centraal station is. En dat is ontworpen door Calatrava. Nou ja, dat moest ik natuurlijk even zien. En ik kom hier aan en ik zie eigenlijk onmiddellijk dat dit zeer fotogeniek is. In veel gevallen is bij architectuurfotografie, zeker bij dit soort grote gebouwen, kun je het beste met een grote hoek fotograferen. Ik heb nu een 20 mm, echt een enorme brede hoek, op een full frame camera, waardoor ik die lijnen kan gaan benadrukken. Het is natuurlijk eigenlijk een feest van lijnen en dat is wat ik hier mooi vind. Stel dat ik niet zo'n grote hoek heb, dan kan ik natuurlijk ook meerdere opnames maken en dan maak ik het liefst staande opnames. Dan zorg ik dat die 1/3 overlap hebben en dan zet ik die later aan elkaar. In Photoshop. Bij dit soort enorme gebouwen is het soms ook wel leuk om mensen mee te fotograferen, zodat je een idee hebt hoe groot iets is. Daar zit nu net een meisje op het bankje. Die zit ook nog een beetje een mooi grijs tinten, dus dat past wel in het geheel. Het grappige is, als je goed kijkt, zie je ook nog een duif zitten. Nou, aan dat soort elementen kun je dan later op de foto zien hoe groot het gebouw eigenlijk is. Als je zo'n gebouw gaat fotograferen, dat je van tevoren een beetje inleest. En ik weet bijvoorbeeld dat de architect Calatrava, dat hij hier een soort aanzichtkaart op de stad wilde creëren door een doorkijkje in het station te maken. Nou, als je dat weet, dan kan je de plek opzoeken waar je dat doorkijkje kunt zien. En dan kan je in zo'n foto eigenlijk ook het gedachtegoed van die architect laten zien. En dat maakt dat die foto gewoon bijzonderder wordt. Ik vind het echt een prachtig gebouw, waanzinnig. Het is eigenlijk nog mooier als je de onderkant en de bovenkant van het beeld afhaalt. Dat je echt dat doorkijkje hebt. Wat is dit? Een prachtig gebouw. Ik heb net met name in het gebouw foto's gemaakt en nu maak ik een wijde bocht om het gebouw. Ik neem een beetje afstand, zeker bij zo'n groot gebouw. En dan vind ik ook nog allerlei dingen. Hier vind ik leuke lijnen in het landschap in combinatie met het gebouw. Zebrapad en zo, allerlei paaltjes. Nou, dat vind ik een grappig beeld. Dat heeft op zich niet zoveel met het gebouw te maken, maar dat is de omgeving. Daar zie ik nog hele mooie lijnen in die roltrappen. Nou, hier kan ik nog een overzicht maken. Ik heb hier nog een soort bouw, ja, het parkeergarage eigenlijk. Hele mooie lijnen zitten erin. En door wat meer afstand te nemen van het gebouw, ga ik ook weer andere dingen zien. Ik heb net heel veel foto's gemaakt met een groothoek, 20 mm. Daar heb ik hele mooie overzichten. Dat zou ik hier ook kunnen doen, maar dan krijg ik al die prullenbakken erbij op en dan wordt het een beetje een rommelig beeld. Het is natuurlijk ook heel erg leuk en daar leent dit gebouw zich ook een beetje voor met al die lijnen. Om het juist een beetje abstract te gaan fotograferen. Dus ik heb nu mijn telelens gepakt. Een 70-200 mm. Dus ik kan ook nog eens een beetje verschillende hoeken pakken. En dan ga ik kijken in het dak wat voor lijnen zitten daar, wat voor structuren. Dat is echt wat dit gebouw bij mij oproept. Om daar naar te zoeken. En dan ga ik vaak wel kijken of ik daar diagonalen in kan aanbrengen. Omdat die dynamiek brengen. Dus kijken wat ik... Nou, hier, dit zijn mooie lijnen. Voor fotografen is het natuurlijk een feest om dit te fotograferen. En eigenlijk elke plek die je bezoekt, elke stad, die heeft wel dit soort gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het Harpa in Reykjavik. Of het Guggenheim in Bilbao.
Er is overal wel wat te vinden. Wil je niks missen van Zoom.nl? Abonneer dan op het kanaal en klik ook even op dat belletje, want dan krijg je notificatie als er een nieuwe video online staat.